Ja, ik denk je hebt het net niet gehoord. Onweer komt eraan. Gedonder hoor je in de achtergrond. Hier allemaal blubber achter de camper. Ik had de wifi-antenne opgeklapt, want ik dacht hier zit wifi, maar dat was helemaal niet zo. Oh, en het regen wordt echt slecht weer. Dus dan zit al binnen. En daar, we staan nog op een oprijblok. Die moeten we nog even inpakken. En hierachter is gratis water en afwater. Dus daar gaan we even in de rij staan. Mensen, weer even vanuit de bestuurderscabine. Ja, we zijn even gevlucht hier naar binnen. We wilden even nog water vullen en de afval wegbrengen hier voordat we weer verder rijden. Maar het gietpijpen stelen, zeggen jullie, hè? Zeg je in Nederland. Dus ja, we moeten even afwachten, want ja, anders zijn we gewoon helemaal, hoe noem je dat, doorweekt straks. Not. En ja, terwijl we toch hier zitten nog even. Sommige mensen die hebben in de commentaar geschreven. Joh, waarom rijden jullie zo veel en zo snel? Jullie hebben toch alle tijd. Jullie hebben geen haast. Waarom doe je niet rustig aan? Nou ja, het is zo dat wij gewoon echt geen zin hebben in regen. Echt dagenlang alleen maar regen, grijs weer, kou, wind. Want dat hebben we een aantal jaren gehad in Nederland. Hè? Jullie kennen dat. Zo vanaf oktober of november tot maart. April. Precies. Maar en daar hebben wij niet zoveel zin in. Dat is iets van een van de minder leuke dingen in Nederland. En ook hier in Frankrijk en nu in Noord-Spanje is het zo dat het op dit moment alleen maar regent. Ja, de hele week is er regen hier. We wilden eigenlijk Bilbao, Santander, Santiago de Compostela, een beetje de noordkust aan de Atlantiek, aan de Biscayen, rijden met de camper. Maar het is gewoon de hele week regen, slecht weer en ook niet echt warm. Dus toen zeiden we, ja, we gaan toch niet in Spanje blijven, maar verder naar Portugal. En hopelijk dat het half Portugal, Zuid-Portugal beter wordt. En dan is het gewoon soms doorrijden. Ja, zodat je weer mooi weer hebt. En dat gaan we doen. En ja. Ja, hopelijk dat Portugal bevalt of Zuid-Spanje. Als dat niet zo is. Ja, afgelopen jaar waren we wel verwend van de Canarische eilanden waar we overwinterd hebben. Ja. Lanzarote, La Palma, Tenerife, het echt mooi. In januari een t-shirt rondlopen, dat is gewoon prachtig. Mm. En ik hoop dat het in Spanje, Portugal dit jaar, deze winter ook mooi is. Anders moeten we wat gaan bedenken. Ja, hopelijk hebben we geluk met het weer. Want we hebben natuurlijk ook al gezien dat soms in Zuid-Portugal, dat het daar ook gewoon slecht weer is. Hè? En als het zo is, dan gaan we gewoon doorrijden. Want ja, er is nog steeds Marokko, er is nog steeds Lanzarote. Dus wie weet waar we dan belanden. Maar de plan is gewoon Portugal. Want daar zijn we nog niet geweest en daar kijken we ook naar uit. En we hebben ook goede hoop dat daar het weer mee speelt. We staan in de rij, vandaar dat we niet kunnen vullen. Nee, klopt inderdaad. Er is nog een camper voor ons. Dus nog even wachten. Ah, bijna vol. Bijna vol. En al die handdoeken hier. Ja, dat zijn onze douchehanddoeken. Na het douchen hangen we die altijd gewoon lekker op, zodat ze goed kunnen drogen. Want dan blijven ze langer schoon en hoef je niet zo vaak te wassen. En als we aan het rijden zijn, hangen die hier achter in de cabine. Dan kun je gewoon met een wasknijpertje aan de kasthendeltjes kun je die vastmaken. Het slijt wel een beetje de hendeltjes, maar het werkt wel erg goed. En andersom, als we stilstaan, dan hangt het in de bestuurderscabine. Zo gebruik je altijd die ruimte waar je niet bent. Ja hoor, de zonnebril weer uitgepakt. De zon schijnt, het is een beetje afwisselend door die Noord-Spanje heeft heel veel bergen. Dus de ene keer regen, door tunnel, dan weer zon, tunnel, regen en nu hebben we net zon. En we zijn nu ongeveer 80 kilometer tolwegen gereden in Spanje. En dat kostte 13,77. Dus dat is helemaal niet veel geld, vind ik. Voor zo'n afstand dan. Dus
dat het mooi meegenomen. In Spanje rijden we sowieso tolwegen. Maar het is gewoon niet duur. Jeetje, die zijn vrij laag hoor. Normaal zijn die veel hoger. Net een kinderzitje. Knieën, oren tussen de knieën bijna. Ja, of misschien komt daar vandaan dat icoontje wat we steeds zien langs de weg. Een poepend mannetje. Met de P voor poep. Nee, dat zijn die borden voor parkeerplaats, maar dat ziet een beetje raar. Die zit een picknickplaats, ja. Die zit een beetje raar aan een tafeltje. Die zit een beetje net als jij. Hey. Ja, we zitten hier nu even bij de koffie buiten. We zijn ietsjes buiten de stad Valladolid. In Noord-Spanje. Het is een best wel grote stad, zo rond de 300.000 inwoners. Maar ja, wij staan hier best wel rustig, een beetje buiten dus. En ja, hebben hier een nachtje gestaan. Een officiële camperplaats is dat. Link allemaal in de infobox beneden. Precies, ja. Dat was best wel goed. Is hier bij zo'n sportplaats. En we doen nu even een koffietje. Ja. En we waren... Ja, oh ja, qua weer. Het is nog wel vrij koud, je ziet het. Het was vannacht 4 graden en nu is het misschien 10 of 12. Ja, het is wel echt warm dingen aan. Ja, precies. Oh, warme truiendag. Maar het voelt toch heel anders dan in Frankrijk met al die regen, al dat grijze weer. Hier komt toch regelmatig de zon doorheen en het voelt gewoon veel beter. Ik voel me veel stukken beter dan een week geleden. Ja, dat is ook zo. Dat kan ik ook bevestigen. Ja, we hebben dat al de laatste weken in Duitsland gemerkt. En dan in Frankrijk ook. Als gewoon elke dag alleen maar grijs is. Wij zijn dan zo... Ja, ik kan dan alleen maar de hele dag het liefst slapen. Omdat je zo moe wordt daarvan. En als de zon er buiten komt, krijg je toch weer wat meer energie. Ja. En dat is wel fijn hier. Maar ja, het is wel echt, echt frisjes. Ja. Dus verder afzakken. En qua weerverwachting is ook Porto in Portugal vrij regenachtig de hele week. Dus we weten nog niet of we daar dus in Noord-Portugal naar Portugal gaan. Of een beetje doorsteken naar de midden in Portugal. Dat moeten we maar zien. Nog één ding. We zijn gisteren boodschappen bezig doen. En jeetje mensen, in Spanje, wat zijn die prijzen toch goed. Ik laat even een foto zien. Een hele winkelwagen vol. Twee grote tassen. 12 blikjes bier erbij, wc-papier, kava. Twee keer 6,5 liter water. En inderdaad, ook kava zat erin. Dus ja. Lekker. En dat alles nog geen 35 euro. Ja. Het is ongelooflijk. Zo'n blikje bier, 22 cent. Het is denk ik niet het beste bier, maar ook niet het slechtste. Nee. En in Noorwegen was dat 4,5 euro voor één zo'n blikje. Ja, dus boodschappen doen, dat is wat dat betreft, is Spanje gewoon echt super leuk. Dat is gewoon, dat is gewoon plezier hier het boodschappen te doen. En we hebben eerst even helemaal ons volgevreten, zeg ik maar, aan sinaasappels en mandarijntjes en zo. Oh. En gisteren lekker even wat biertjes gedronken. Super goed, dus je kunt hier echt goed genieten. Maar ja, alleen het weer moet nu nog wat beter worden. Ja. En is het al koud? Net op drinktemperatuur. Ah, perfect. Ja, overigens, wij hebben gelezen aan recensies over deze plaats. Hebben we op Park Fornite gevonden. Hebben we gezien dat sommige mensen, er zitten zo'n paar reacties tussen. Die dan zeggen, hier lopen we rare
mensen rond, zeg maar. En groepen van hangjongeren die dan met hun fietsen feestjes vieren en zo. Nou, wij hebben dat niet meegemaakt, gelukkig. Wij zijn natuurlijk ook door de week hier. Hè. Het is begin november en door de week. En het is super rustig. We voelen ons ook veilig hier. Het kan zijn dat het in het weekend misschien wat druk wordt en dat er feestjes zijn. Maar ja, onze ervaring zegt dat eigenlijk dat dan ook niet zo erg is. Hè. Ergens moeten ze natuurlijk bij elkaar kunnen komen. Maar ja, gewoon dat terzijde. Mocht je daar niet van houden, ga dan hier denk ik zeker niet in het weekend naartoe. Hier kan het grijswater erin. Beetje krap om erin te rijden, maar ja, als je een camper hebt moet je dat ook kunnen. Mooi gemaakt. En hier achter het toilet. Met een ketting, dat hoef je dan niet direct vast te houden, maar je kunt die ketting omhoog tillen. Dat is mooi gemaakt. Het toilet kun je omspoelen met een kraantje en voor drinkwater een separaat kraantje. Hier binnen, dat is toch mooi gemaakt. Heel makkelijk, gewoon twee simpele kranen, maar toch een beetje uit elkaar dat je het niet, ja, gewoon beter gemaakt zo. Ja, de plaats vult zich weer. Het is weer een beetje druk met auto's en zo. Maar die parkeren allemaal daar bij dat andere gebouw, dus dat is niet zo erg. Ja, en wij gaan even een avondwandelingetje maken. Nog even een beetje beweging voordat het helemaal donker is. Het gaat weer eens verder. Wij verlaten deze plek. We hebben nog even water gevuld en wasmachine draait. Water afgelaten. Het toilet hebben we weer eens geleegd. Dat is altijd een heel gedoe. Maar ja, hier is een hele grote afvalcontainer en het is heel rustig. Dus dat is super handig. En ja, ook dat station hier voor campers, zeg maar, watervulstation en zo, dat is super goed gedaan. Ja, daar zijn we gewoon heel dankbaar voor dat een gemeente dat zomaar, zeg maar, beschikbaar stelt. Dus dat is super goed, maakt ons leven gewoon een stuk makkelijker. Ja, hè? Ja. En met AllGas, de app waarmee we goedkope pompstations in Spanje zoeken, daarmee heb ik net een pompstation gevonden, hier in het plaatsje, 11 minuten rijden. Diesel kost op het moment 1,17, 1,20, 1,25, zoiets hier. En ik heb er eentje gevonden voor 1,14. Zo mooi. Dat is lekker meegenomen. Wij moeten toch nog even tanken, want we redden het niet met Portugal. We weten ook even niet wat dat daar kost. Maar ja, we zullen het zien en nu gaat het verder.